In het centrum van Bredevoort vinden we de Sint-Joriskerk. Deze prachtige eikenhouten kansel is in 1762 geschonken aan de kerk. Een prachtig cadeau van Zeno Lambert Sating. Hij was luitenant-kolonel in het Staatse leger en woonde in Bredevoort. Maar hij wou het wel graag weten dat hij het gegeven had. Want hij gaf de houtbewerker opdracht om zijn naam in de preekstoel te beitelen. In 1777 is hij overleden en heeft een plek gekregen in de kerk. Ernaast ligt de grafsteen van zijn dochter, zijn enigskind Antonia. Een prachtige marmeren grafzerk met daarboven het wapen van de familie Sating. In 1639 bleek de kerk te klein te zijn en heeft men de lange noordmuur van de kerk afgebroken en hem een aantal meters verderop weer opnieuw opgebouwd. De galerij die hierboven gemaakt werd onder deze prachtige houten constructie was speciaal bedoeld voor de Bredevoortse boeren. Sinds die tijd heet deze zolder de Boerenzolder. In deze prachtige houten constructie zijn bijbelteksten gekerfd. Lang zijn deze bijbelteksten verborgen geweest en in de vergetelheid geraakt. De teksten die gekozen zijn, zijn niet uit de Statenvertaling, maar uit een oudere bijbel. Deze nissen dateren uit de vroege periode van de kerk. Alleen ze zitten extreem laag nu. Dat komt omdat de kerkvloer in de loop der eeuw verschillende keren is opgehoogd. We zijn hier aan de achterkant van de kerk. De zieken stonden hier buiten op het kerkhof en konden hier de mis volgen. En ze werden vanuit de kerk bediend met de hostie. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de kerk, dan kunt u hier in de voorruimte dit informatieblad vinden en dat u ook mag meenemen. Meer cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Aalten vindt u op erfgoedaalten.nl.